van Bemmel en Haalderen. We gaan op weg naar Kevelaar. We beginnen zo dadelijk met de gebeden tot aan de grens. Bij de heenreis. Goede God, onze bedevaart naar Kevelaar is begonnen. Wij zijn op weg naar de plaats waar u ons door Maria heel nabij wilt zijn. Wij vragen u, zegen onze reis. Help ons attent te zijn voor elkaar. Zegen ons allen, vooral diegenen die in grote zorgen of verdriet verkeren. En laat ons vanavond weer allemaal behouden naar huis terugkeren. Help ons de mooie dingen, de goede woorden en de vriendschap met blijdschap ervaren. En help ons ook de ongemakken van deze reis te verdragen. Dus groet Maria, vol van genade, de Heer is met u gezegend, gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. We zijn gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Thank you.
blijde ons voor God als zwakke mensen die in het Kyrie zangen onze fouten en zonden beleiden. Mij staat Theo van Maas. En Theo van Maas is al jaren druk met deze bedevaarten. Theo, wat zegt voor jou Kevelaar? Kevelaar zegt voor mij heel veel, want ik ben zo'n trouwe Kevelaarganger dat ik er elk jaar iets vind. Ik vind het op een manier zoals ik het vroeger
heb beleefd in de katholieke kerk. En dat het tegenwoordig nog is met een hoogmis, met een Maria-preek, met een lof, een afscheidslof, is het precies op die manier zoals het vroeger ging. En daar hecht ik ontzettend veel waarde aan. Theo, hoe lang is het geleden dat je de eerste bedevaart hebt georganiseerd? De eerste bedevaart was de tweede donderdag van augustus in 1968. En hoeveel mensen gingen daar toen mee? Dat jaar gingen er mee 42. 42 mensen. Hoe was het vervoer toen de tijd geregeld? Voor de tijd werd dit geregeld door een meneer Houteman. Maar vanaf 1968 liep het steeds op. Vanwege dat het katholieke geloof nog heel fijn en goed en sterk strak in elkaar zat. Maar door de jaren heen is het teruggelopen tot 25. En in 1999 hadden wij het dieptepunt. En toen was het 13 personen. Nou, dat is heel weinig. En nu toch ineens weer 45 personen. Hoe komt dat, denk jij? Doordat we er nu 41 hebben, is te danken doordat meer inzet getoond hebben. Ook door 100% van pastoor Aartsen twee keer over een stukje in de krant heb gezegd, op de preekstoel alle moeite mee overgedaan hebt. En daarom is het nu zo opgelopen. Dus pastoor Aartsen, hartelijk bedankt daarvoor. Jezus valt voor de eerste keer onder het gras. Wij aanbidden u Christus en loven u. Zijn lichaam was gebroken. Zijn hoofd was met doornen gekroond. Romeinse soldaten drijven hem voort. En meerdere malen valt Jezus op deze tocht. Heer Jezus, ons leven is een voortdurend vallen en opstaan. Gij valt, maar staat weer op en gaat verder. Als het kruis ons te zwaar wordt en wij opstandig worden en ongeduldig, vragen wij u, Heer, houd dan onze ogen geopend voor het lijden van anderen en sterk ons om deze moedeloosheid en onmacht te overwinnen, gesteund door uw voorbeeld. Onze Vader die de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de rug van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons. Thank you.
Gezegend is zij onder alle mensen die met heel haar hart, met al haar liefde, onze voorspreekster wil zijn bij God, Vader en bron van alle leven. God zij dank dat de tijd van hem is, vandaag en alle dagen, tot in zijn eeuwigheid.